Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuw moestuinleven. Woe! Ik ben Alvera en samen met Daniel hebben wij een landje waar we onze eigen groenten opgroeien. Met uiteindelijk het doel om zelfvoorzienend te worden, zoveel mogelijk. Maar vandaag ga ik jullie wat vertellen over hoe je jalapeno's kunt inleggen op zuur zetten. In ieder geval. Normaal koop ik dat in van die kleine potjes in de supermarkt. En een van de meest handige manieren om je groentetuin aan te pakken is om dingen te gaan groeien die je veel en graag eet. Nou, voor mij is dat dus onder andere van die jalapeno's op zuur. Dus dat ga ik laten zien hoe dat werkt. Hier op onze tuin zie je onze peper- en paprika plek. En hier staan allemaal verschillende soorten. Van Madame Jeannette, net buiten de bak, tot aan hele kleintjes buiten de bak, tot aan mega veel pepers. Dit zijn cayennes. En hier hebben we groene chilipeper. En dit is wel heel cool ook. Even opzoeken. Hier groeit habanero, dat zijn er echt mega veel. Kijk er echt naar uit dat die rood worden. Maar vandaag hebben we het dus over de jalapeno's. Even kijken of ik die planten nog een beetje kan vinden, want we hebben al veel geoogst. Ja, nou, hij staat hier eigenlijk gewoon vooraan. Dit is hem. Maar er zitten nu niet echt heel veel grote meer aan. Hier. Deze is eigenlijk nog niet klaar. Dus die laat ik nog lekker zitten. Ik zal thuis even laten zien hoe een rijpe jalapeno eruit ziet. Ik denk dat je deze al wel kan eten, maar dat de smaak gewoon nog niet optimaal is. Ja, nou, ik ga deze even afzoeken. Kijken of er toch iets tussen hangt om te oogsten. En dan zie ik jullie zo in de keuken. Yes, en daar zijn we dan. Terug in de keuken om de jalapeno's op zuur te gaan zetten. Dit is dus een volwassen jalapeno. Die is gewoon wat groter en wat donkerder groen. Ik heb een heel bakje. Ik weet niet of je het zo kunt zien. Een heel bakje die ik eerst in schijfjes ga snijden. Om die vervolgens in een pot te doen. En vervolgens het azijn-watermengsel te maken. En dan te koken en... dan is het eigenlijk al klaar. Dus dat gaan we nu doen. Eerst even alles in stukjes snijden. De jalapeno's zijn in ringetjes gesneden. Ik let eigenlijk totaal niet op hoe dik ik ze doe. Ik doe ze gewoon zo dun mogelijk, maar ook niet super dun. En als er dan een keer een dikke tussen zit, is het ook niet zo erg. Dus dat doe ik best slordig. Maar dat kan je natuurlijk, als je het zelf wil maken, aanpakken zoals je dat zelf wil doen. Het zijn twee potten. Eentje met inhoud van 500 gram en die andere 350 gram. Ja, je kunt gewoon oude potten waar iets anders in heeft gezeten hergebruiken. Het is voor dit niet super belangrijk dat het helemaal luchtdicht is. Al is dat natuurlijk wel beter omdat het ten goede komt van de houdbaarheid. Maar bij mij gaat het niet super lang overleven. En ik denk dat ik een van de potjes weg ga geven aan mijn zusje. Ja. Dus zodoende. Nu ga ik het zuur met watermengsel opstarten. Hier breng ik nu 1 cup water
één pit azijn, één eetlepel zout en iets van 3 eetlepels suiker aankook. En dit is het mengsel wat we dan zo bij de pepertjes in de potjes gaan gooien. Oké, okay, nou, het is klaar. Dit is het geworden. Ik heb ze even op zijn kop gezet, want dan trekt het vacuüm, hoop ik. En je ziet hier dat de jalapeno's echt nog heel erg groen zijn. En als je denkt aan die potjes uit de supermarkt, zijn ze veel lichter groen. Sorry trouwens, die lucht van de pepers was een beetje heftig, dus daarom hoest ik soms. Maar ik had hier eventjes de pot gepakt die ik al een tijdje geleden heb gemaakt. En zoals je kunt zien, zie je hier wel die beetje grauwige groene kleur die je herkent als je het ergens bestelt of koopt in de supermarkt. Dus uiteindelijk gaan ze er zo op die manier uitzien. Dat duurt alleen een tijdje. Op zich kan je ze ook al nu na een paar uur eten, maar je kan ze ook gewoon nog een tijdje laten staan. Hoe lang het goed blijft... Ja, geen idee. Lang, als je het bewaart in de koelkast, minimaal een paar maanden. En daarnaast gewoon elke keer even kijken of het niet beschimmeld is of dat het nog net zo smaakt zoals eerst. En anders moet je het helaas weggooien. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als ik om dit proces van verse jalapeno naar ingemaakte... Of nee, ingelegde, op zuur gezette jalapeno te zien. Doe een duimpje omhoog als je dat ook vindt. Ook als je er nog vragen over hebt. Als ik iets niet duidelijk heb laten zien. Of ideeën hebt voor een nieuwe video. Laat het even weten in de comments. Dat vinden wij leuk. Oké, okay. Later.